In deze video vaar ik van Herkingen naar Zierikzee, waar ik een bezoek zal brengen aan de museumhaven en museumwerf. Daarna vaar ik langs dezelfde weg weer terug. Ik eindig dus op een plek met oude schepen, maar onderweg zal ik daar ook enige aandacht aan besteden. In mijn thuishaven Herkingen is dit oude haventje nog te vinden, waar de tjalk van schippen Verschoor uit Herkingen zal hebben gelegen. Blijkens deze foto zeilde hij er zelfs in 1953 nog mee. En dan ga ik op weg. Prachtig weer. 6 oktober. Ja. Alleen geen wind. Spiegelglad. Dat is wel mooi. Maar ik zal toch moeten motoren hier in de Vaargeul. En we zeilen. Toch. Hier op de Grevelingen kwam ik eerder een vloot historische zeilschepen tegen die deelnamen aan de Blue Peter Hardzeildagen. Deze keer geen oude schepen, maar wel deze geoorde futjes. Op deze foto van mijn vrouw zie je hoe mooi ze zijn. Dan ben ik in Bruinisse waar ik zal overnachten. En zo zag het er vroeger uit. Ochtend in Bruinisse. Met mist. Daar prikt een zonnetje door de mist. Nou, ik hoop dat het niet lang meer duurt. Nou, daar gaan we weer. De mist is nog niet helemaal opgelost, maar het gaat de goede kant op. Dus ik ga er maar vanuit dat het geleidelijk steeds beter wordt. Maar dat viel dus toch tegen. Daar is de werf van Leijendijk. Daar is niet veel van te zien zo, maar ik heb natuurlijk eerdere beelden. In 1908 startte deze werf buitendijks. Daarvoor was er een werf binnendijks, vanwaar de gebouwde rompen van de hooggazen, of waren het hengsten, over de dijk moesten worden getrokken om de buitendijks te worden afgebouwd. Hooggazen en hengsten werden ook gebouwd op de werven van Verras in Paal, Meerman in Ardemuiden, en Duivendijk in Tolen, en die bezocht ik al eens tijdens mijn zeiltochten. Dan weer verder. Varen in de mist. Nou, niet helemaal ideaal. Maar we zitten vlakbij deze dijk, dus dat kan ik heel goed volgen. Zit ik ook niet met scheepvaart. Ja, ik heb nu even alleen maar de Genua, want ik wil niet te hard varen, want ik zie echt veel te weinig. Dus we gaan niet hard. Ik vraag me af hoe ze dat vroeger deden met hun beperkte middelen en weinig boeien. We hebben een zonnetje. Kijk, er ligt hier een nieuwe jachtbebakening. En die tonnen die zien er zo uit. Rood-wit gestreept, maar het zijn wel flinke grote tonnen. Ja, dat is dit jaar blijkbaar gebeurd.
Hier kwam ik eerder de deelnemers aan de bietentocht tegen. Zij vervoeren een symbolische hoeveelheid bieten langs een aantal havens. Dan zie ik ineens een zeekoet en dat is best bijzonder. En dan kom ik bij de havenbond van de Zierikzee en hier ga ik naar binnen. De havenlichten staan op groen. En hier staan ze ook op groen. Hier zat de scheepsmotorenfabriek Smit Moldenes, waar je nog net het dak van ziet. In de museumwerf die ik zal bezoeken, kun je daar gebouwde motoren bekijken. Hier was vroeger de aanlegstijger voor de veerboot naar Cats en nog vroeger naar Middelburg. Die veerboten kun je hier niet meer zien, maar een andere veerboot van de PSD, de Zuidvliet, die van Veer naar Kampeland voert, die wel. Ik leg hem alles vast in een video over pontjes. De Zuidvliet was de eerste Zeeuwse veerboot met een dieselmotor. Ik leg aan bij de kade van de nieuwe haven waar dit pand staat, waar reder en burgemeester De Kranen een pakhuis had. De Kranen liet rond 1830 de loodsen bouwen waar nu de museumwerf zit. De eigenaar van het pand liet mij dit paneel met de geschiedenis van het pand zien. Als ik heb aangelegd, komt deze pijlflat langs die deel uitmaakt van de collectie van de museumwerf en waar je ook een rondvaart mee kunt maken. Op weg naar de museumwerf kom ik langs de museumhaven met veel historische schepen. Via de Noordhaven en Zuidhavenpoort bereik ik tenslotte de museumwerf die aan de overkant ligt van een restant van de Gouwe waaraan Zierikzee is ontstaan. Op de achtergrond zie je de graansilo die ik al eens eerder liet zien in een video. Inmiddels staat de door mij aangekondigde pijlschaal erop, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de klimaatcrisis. Voor de werf ligt een hooghaars waarover vrijwillige Leen van der Mark wat zal vertellen. De enige overgebleven garnalen hooghaars in Nederland nog, met een spriettuig, wat al heel bijzonder is. Er voerden er vroeger 400 van deze schepen hier en die zijn allemaal verdwenen. Dus er is er nog één over en die ligt hier. De Armuiden 17. En die andere hooghaarsen dan, die ik wel eens tegenkom? Ja, dat zijn, laat maar zeggen, in de vissermansuitvoering bedoel ik. Oké. Die andere staat allemaal een kajuitje op, of een ditje of een datje. Die hebben ze natuurlijk aangepast als een beetje een jacht ook. Want we hebben daar ook nog een hele mooie hooghaars liggen, de Veertrui. Maar daar is ook een jacht van. Maar dit is de originele vissermansuitvoering zoals ze vroeger voeren. Let op de bijzondere verbinding van de spriet aan de mast. En dit is de Geertrui die Leen net noemde. Ik vroeg me af wat het verschil is tussen hooghaarsen en hengsten. Hooghaarsen zijn volgens Leen buitenschepen en dat buiten slaat op buitengaats. Hengsten binnenschepen en dat slaat natuurlijk op binnengaats. Een hengst is minder sierlijk met een brede voorschip. Hier bij Veren trof ik ze achter elkaar.
Dit is een hengst en dit is een hooghaars. Dan naar binnen waar naast Leen ook vrijwilliger Karel Beulink een toelichting zal geven. Hier zat vroeger dus een werf die in deze kijkdoos is nagebouwd. Kielbalk die wordt gelegd op de werf. Dan wordt de achtersteven erop gezet. Dan wordt de voorsteven gebouwd. Dan heb je dus het eerste raamwerk. Daar worden de spanten opgezet. Dus dan komt er op de kielbalk te zitten, dat past dan. En dan worden één voor één de huidplanken eromheen gelegd. Zoals je dus hier ziet. En dan krijg je dus een volwaardig model. Die eikenhouten huidplanken moesten sterk worden gebogen en dat kan alleen door ze nat te maken en te verhitten. En dat zie je hier. Op de werf van Meerman in Arnhem-Muiden werd mij dit al eens gedemonstreerd. Ikzelf deed dat ooit met de essahouten kuiprand van mijn zelfgebouwde toerkamer. Dat buigen zal zeker ook hier gebeuren, zoals bij de zeer grondige restauratie, zeg maar herbouw, van deze boeier. Leen vertelt nog wat over de bevestiging aan de spanten. Die verbinding met deze spanten, dat gaat door dat propgat. En er zit vroeger was het een houten pen, maar later werd dat een ijzerpen. En wij doen dat nu met roestvrijstalen bout. Dus dat roest natuurlijk veel minder. Maar dan heb je een gaatje. Nou, en dat moet dichtgemaakt worden met een propje. Hier zie je overigens hoe ze met een avergaat de gaten boorden. De propjes die hierin moeten, die werden gemaakt door kinderen. Die werden 's morgens om 5 uur aan het werk gezet. En tot 7 uur, 7:30, 9 uur of 8 uur gingen ze naar school. Maar in die 3 uur maakten ze de proppen voor de timmerlui. Want die timmerlui die waren al te duur, ook al in die tijd, om die propjes te maken. Dat lieten ze kinderen doen. Dus de kinderen hadden hele manden vol met propjes. Nou, en dan konden die timmerlui 's morgens gelijk aan de gang om die proppen erin te slaan. Snap je wel? Ja. Kijk, en dan ging er een stukje hout in. Zet je een pennetje bij. Dan heb je een mooi rond stukje hout. Heel simpel. De naden tussen de planken moesten waterdicht gemaakt worden door te breuwen met de breuwhamer. We slaan nu het werk in dat gleufje. En dat is een kwestie van, dat is natuurlijk een handigheidje. Dan konden die mannen heel snel vroegen. Dus als dat er eenmaal in zat, dan werd dat met pek vroeger dichtgesmeerd. Op het moment dat het in het water is, dan zwelt dit spul op en die plank die zet ook. Nou, in combinatie met die afdichting is het dan echt waterdicht. Er moest natuurlijk ook een mast op en ik vroeg me op de Batavia die ik bezocht af hoe zo'n mast gebouwd werd. Karel geeft uitleg. De doorsnede van een mast zoals die in de 17e eeuw werd toegepast. Het is een doorsnede van 1,20 meter en dat was heel gewoon. Maar er waren natuurlijk geen bomen van die dikte. Dus die mast die werd samengesteld uit verschillende delen. En je kan de ringen nog zien van de bomen die in gebruik zijn. Maar het kan ook op deze manier aan elkaar gezet worden. Of nog meer onderdelen. En daar zijn weer 4 bomen. En omdat er geen lijm was, werden ze dus bij elkaar gehouden door zware ijzeren ringen. Hier zie je de 3 maschoenen de roompot die hier tussen 1841 en 1849 is gebouwd. Ik had niet verwacht dat hier zo'n groot schip zou zijn gebouwd. De roompot strandde in 1853 op de Domburger Rassen, waarna hij afdreef naar de roompot waar hij zonk. En dat is natuurlijk wel heel triest voor een boot met die naam. Hier zie je die roompot in het echt terwijl ik er zeil en dat liep overigens wel goed af. Een modelletje van het schip zoals het gevonden is onder het zand. Het schip was dubbelwandig, de binnenwand, de buitenwand. Dit zijn de spanten van het schip. Door de openingen kon het goed geventileerd worden tussen de binnen- en de buitenwand. Maar als het schip geladen was en
het water te maken kreeg. En dan moest natuurlijk geen water binnenlopen. Dus dan werden al die openingen, die werden met deze blokjes gevuld. Wij zeilers weten natuurlijk dat je schip aangroeit als je niks doet. En dat zie je hier op mijn boot. Vroeger hadden ze overigens ook nog met paalworm te maken. Om de scheepshuid te beschermen kun je hem teren of een beetje branden. Met harpuisolie besmeren of zelfs met kleine spijkertjes dichtmaken. Zodat er geen aangroei aan kan komen. En natuurlijk koperen platen erop zetten. En wat ook gedaan werd, dat is om de huid van een extra huid te betimmeren. De paalworm kan dan niet het schip zelf aantasten, maar vreet zich in het zachte hout en komt dan in de vulling die erachter zit, mos, zand, whatever. En als die aangevreten is, gaat de paalworm niet in het schip zelf zitten. En als die helemaal kapot gevreten is, haal je het eraf, timmer het er nieuw op. Om de scheepshuid onder water schoon te maken, werd het schip gekrenkt. Dat wil zeggen, op zijn kant gelegd. Maar dan zouden de masten afbreken, dus daarvoor dat ze dat deden, werden de mastdelen de toppen eruit gehaald, de stengen, die werden neergelegd. De kanonnen gingen van boord en dan werd het schip met lieren scheef getrokken en dan konden ze de scheepshuid van onderen schoonmaken, het wier en de algen eraf halen. En als dat gebeurd was, dan werd het schip gedraaid en deze de andere kant. Dat was noodzakelijk om de snelheid van het schip te behouden. Veel aangroei zou remming betekenen. Op de werf is ook een afdeling van de motormannen en die zie je hier. Dit was een testmotor waarmee geprobeerd werd te testen hoe het vermogen opgevoerd kan worden. Met olie gepompt, olie gespeerd. Zo'n motor is een 1 cilinder. En zo stonden er in die vrachtschepen en ik ben 8 of 10 achter elkaar opgesteld. De motor die je net zag is bij Smit Bolnes, waar ik met de boot langskwam, gebouwd. Dat geldt ook voor deze opengewerkte motor die in de zeevaartschool in Vlissingen stond. En hiermee eindigt het bezoek aan de museumwerf. Leen en Karel, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Dan valt de avond. En dan gaan we weer. En we zeilen weer op het havenkanaal van Zierikzee. Nou, ik moet nog een klein stukje motoren, want anders wordt het te laat. En dan ben ik weer terug in Herkingen.